Ik blijf nog steeds roepen dat ik er trots op ben. En ik vind, je naam krijg je, daar kun je niks aan doen. Maar je kunt wel mijn eer dragen. En het heeft mij nooit nadelen opgeleverd. Ik vind het leuk te laten zien aan de wereld dat het nog gewoon eenvoudig kan. Dat het niet zo moeilijk hoeft te zijn. We ontwikkelen zelf. Wij zijn natuurlijk de innovator voor ons product. Maar de interactie met de klant die kritisch naar je product kijkt, die eigenlijk, laten we eerlijk wezen, het product vaak beter kent dan jezelf. Want wij maken het hier, maar zij werken er dag en nacht mee. Familiebedrijven zijn er te kust en te keur. Van grote multinationals tot eenmansbedrijven. Vandaag twee van die uitersten die al een eeuw lang bestaan. Tobias Sukkel in Oosterbeek houdt vast aan eenvoud en tradities. Voor de familie Hoopman in IJzerlo is innovatie noodzakelijk voor lijfsbehoud. IJzerlo is de geboortegrond van de machinebouwers van de familie Hoopman. En zoals bij zoveel bedrijven, het hart van het bedrijf is natuurlijk de kantine. Ja, dit was trouwens de deel van het woonhuis van mijn grootvader toen hij hier kwam in 1911. En dit is langzaam de kantine geworden. Een paar historische dingen daarin, denk ik, een mooie wandschildering. Is trouwens, er zit een geheimpje achter, letterlijk. Want dit is al heel oud. Het is in de jaren 60 is het geschilderd. En het origineel zit hierachter. En dat was zo vertroepeld en grijs en grauw geworden. En we hadden natuurlijk nooit, dit schilder je niet zomaar even over. Dus toen hebben we iemand gevraagd om dit te vernieuwen. Ik zie hier nog een oude foto van het bedrijf. Ja, waar wij nu staan is dus de deel. En eigenlijk staat dit hele huisje, het karkas, staat er nog net zoals het er in 1911 ook stond. In 1911 besluit smidsknecht Jan Hoopman voor zichzelf te beginnen. Niet lang daarna neemt hij een smederij in IJzerlo over. Een bedrijf dat zich vooral richt op dienstverlening aan de boeren in de buurtschap. Daarnaast heeft hij samen met zijn vrouw Anna ook nog een winkel, een fietsenmakerij, een autoverhuurbedrijf en een benzinepomp. Een van de kinderen van Jan en Anna is hun enige zoon, Bram. Hoewel hij een opleiding tot smid volgt, liggen de talenten van Bram meer op het commerciële vlak. In 1950 neemt hij het bedrijf van zijn vader over en dan gaat het snel. Hij ziet bijvoorbeeld de mogelijkheid van een uitvinding van boer Heine uit Heurne, de knollenplukker. Dat wordt een groot succes en het begin van machinefabriek Hoopman. De oudste zoon van Bram, Jan Willem, wordt in 1983 directeur. Hij bouwt vooral de zaadtechnologische tak van het bedrijf uit. Anno 2021 bestaat Hoopman 100 jaar en is het een grote internationale speler die produceert en ontwikkelt voor de landbouw. Van uienafstaarters tot kuilverdelers, van zaadwasmachines tot pileertrommels. Hoe was de koffie? Lekker hoor. Goed zo. Nou, heerlijk weer aan de gang. Ja. Ik denk dat Wessel weer een heerlijke klus voor je heeft, of niet? Ja. Mooi zo. In ons bedrijf is het een beetje uitzonderlijk. Wij maken echte machines van begin tot het eind. Dus daar komt de pijp en buis naar binnen, wordt gezaagd. De ruwe materiaal wordt hier verwerkt op wat je noemt de machinale en gekant. En vervolgens gaat het naar de lasserij om in elkaar gelast te worden. Wessel. Kom maar. Zou je misschien... We zijn net de machinale aan het bekijken. Nou, dit is jouw domein. Misschien is het leuk om even iets te laten zien van de... Ja, of van de leerlingen die we hier opleiden. Hier zijn we bij de draaibank. En hier Sophie is bezig met de draaibank om producten te maken. Ze is leerling van de Anton Tijdingsschool, eerstejaars. En ze is al bij ons aan het stage lopen. In een vrouwenbaan voel ik me niet thuis. Dus, en vrouwen kunnen dit even goed als mannen. Misschien nog wel beter.
Hier zijn we echt in de smederij. Hier werken eigenlijk de meeste medewerkers. Hier wordt het toch ook een groot gedeelte het handwerk verricht. Hoe groot is het bedrijf? Op deze locatie zijn we met bijna 55 fulltime. Dit is de montage, zoals we dat noemen. Dus hier worden eigenlijk alle machines uiteindelijk in elkaar gezet voor transport. Uiermachines is nu het montageseizoen. Dat is dan lopen we vooruit op de oogst die in Zuid-Europa al vlot gaat beginnen. Je hebt gezien, we doen aan opleidingen. Daar geven we veel aandacht aan. Maar het mechaniseren van routinehandelingen of hele ingewikkelde handelingen of repeterende handelingen. Die wil je automatiseren, mechaniseren. En daar is robotisering een belangrijk onderdeel van. En ja, dat is lijfsbehoud. En interessant. We ontwikkelen zelf. Wij zijn natuurlijk de innovator voor ons product. Maar de interactie met de klant, die kritisch naar je product kijkt, die eigenlijk, laten we eerlijk wezen, het product vaak beter kent dan jezelf. Want wij maken het hier, wij ontwerpen het hier. Maar zij werken ermee. Maar zij werken er dag en nacht mee. Ik denk dat dat ook een beetje ook weer een kenmerk is van het familiebedrijf. Je staat open voor de opmerking van je klanten, van je medewerkers, van je omgeving. Want je werkt in ergens waar je met een hele groep mensen opgegroeid bent en hoopt nog een lange toekomst tegemoet te gaan. Zo, dit is het kantoor. Ja, het is het kantoor. Het kantoor is eigenlijk voormalig was het een groenteboer van de Berg. Ik vind het een beetje op een museum lijken. Mijn spreuk is: oude meuk is leuk. En die houdt er ook altijd in. Oude meuk is leuk. Oude meuk, alles heeft een verhaal. Veel dingen die hier staan hebben een geschiedenis of een verhaal. Nou, dit is bijvoorbeeld de typemachine waar mijn moeder vroeger typte. Dat was ook de rolverdeling in het gezin? Ja, de rolverdeling was: mijn moeder deed de boekhouding en administratie. Mijn vader deed het werk in de garage. En mijn moeder zorgde voor de kinderen. Mijn vader was niet de man die het vlees snijdt op zondag. Dat was dan ook niet waar. Mijn vader deed wel niet zo actief. Mijn vader werkte altijd. Die zorgt voor ons. Maar de garage begint al een generatie eerder. In 1921 begint Wijnand Sukkel garage Pietersberg in het koetshuis van de rijke familie Vleeming. Naast reparaties verhuurt hij luxe auto's en verzorgt hij taxiritjes. In de oorlog bouwt hij houtgasgeneratoren en maakt van autobanden massieve fietsbanden. Als Wijnand in 1952 overlijdt, neemt zijn zoon Sjaak de garage over. Hij trouwt met Riek en ze krijgen 4 kinderen, 2 zoons en 2 dochters. Wijnand en Tobias nemen op hun beurt de zaak over in 1992. Na 3 jaar gaat Tobias alleen verder. Een 4e generatie komt er voor de garage Sukkel waarschijnlijk niet. Maar zolang het kan, sleutelt Tobias door. Het liefst aan klassieke auto's. Dit is dus mijn vader. Toen ik geboren werd, dacht mijn moeder van: dat is heel leuk. Als we dat met onze zoon ook een keer doen, dan krijgen we dus dit effect. Dus ik krijg het een beetje. En dit is dus ongeveer dezelfde leeftijd. Dat ik denk ook 6 jaar was of 7. Hier had ik een heel leuk autootje. En dat autootje was ik heel trots op. Een trapautootje, dat was heel leuk. En toen zei mijn vader ooit: pa, goh, dat ding is kapot, dat laat ik voor je maken. Toen kwam er een oud-ijzerboer. Ik wist niet wat een oud-ijzerboer was toen. En die nam dat ding mee. En hij zei: die krijg ik een keer terug, zei hij. Dan word ik het gemaakt. Nooit meer teruggezien. Heel boos mijn vader geweest. Nog steeds. Dat gaat ook niet meer over. Dus dat was het. Het geeft wel aan dat het in de genen zit. Het zat in de genen. Ik loop hier van klein kind al rond. Vond ik leuk. Het was mijn droom om een garagebedrijf te hebben en een groot wit huis. Dat was mijn droom. Mijn klanten weten dat ik van leuke oude dingen hou, dus er komen er ook wel eens leuke dingen tevoorschijn. Zoals dat oude Esso-blik is uit 1920. Dit is ook een leuke fotootje. Dit is echt nog oud. Dit was dus de... Deze is nog leuk om te zien, laten zien. Dit was dus de eerste Esso-kar. Dat ging met kar.
Dit heb ik al te vroeg als klein kereltje gespaard. En deze heb ik gekregen voor mijn 100 jaar bestaan. Vond ik wel leuk. Die had hij speciaal uit zijn verzameling voor mij bewaard. Die vond hij de moeite waard om voor mij aan mij te geven. Zit staat ook al 100 jaar sukkel op. Wat in IJzerlo begon met de knollenplukker in de smidse, is nu een moderne fabriek vol geavanceerde apparatuur. Maar het principe is nog altijd hetzelfde. Het begint met een innovatief idee. En daarna komt de uitwerking achter de tekentafel. Een nieuwe machine die hier eigenlijk tijdelijk even moet staan voordat die uitgeleverd wordt, want het is brand new. Dus eigenlijk staat hij ook hier niet voor de camera, maar omdat hij ook gewoon hier even moet staan. Maar het kwam wel heel goed uit, want de genieën die hier aan werken, die zitten niet toevallig bovenop het werken. Dit is eigenlijk de nieuwe afstater. De uien gaan aan deze zijde het in, zeg maar. Die gaan hier over een zogenoemd zeef heen. En de uien die worden door een soort vacuüm aangezogen en dan worden ze afgestaat. Tevens door de trilling krijgen ze nog een extra draai mee. En aan deze zijde rollen ze er weer uit. Voordat ze verpakt worden gaan ze over deze machine, zodat je de kont en de staart netjes afmaakt. Ja, soms moet je aan de hand van nieuwe normen, zeg maar, een nieuw ontwerp bedenken. Maar ook ergonomie. Dat is tegenwoordig ook nog best wel waar je als leverancier pluspunten mee kunt scoren. Ja, en dat in combinatie met, ik denk toch ook wel goed luisteren naar de klant. Dit is een kuilverdeler waar we het gras mee verdelen tijdens het inkuilen. En dat wordt uitgevlakt en daarna kunnen we het vastrijden. We doen eigenlijk al jarenlang zaken met firma Hoopman. En als er wat is, kunnen we altijd bij hun terecht of als er verbeterpunten zijn. Het is altijd degelijk materiaal wat zij leveren. Ja, want jullie moeten ze uiteindelijk in de praktijk gebruiken. Dat doen zij natuurlijk niet. Nee, wij proberen ze in de praktijk. En in de praktijk loop je tegen bepaalde dingen aan. Ja, en dat overleg je dan met firma Hoopman. Dat is wel een goed voorbeeld van deze machine. Die hebben ze ook wat doorontwikkeld. Die vlinders, wat je kunt zien, die draaien allebei de andere kant op. En dat is ooit al een keer aangegeven. Van het zou mooi zijn als je die naar één kant kunt laten draaien. En dat doen ze inmiddels, de nieuwe. Ik zal het even laten zien. Een signaal uit de praktijk dus? Een signaal uit de praktijk. Je wil wel eens het gras naar de ene kant van de kuil brengen. En dan is het makkelijk als je dat met de vlinders kunt doen, en anders moet je de tanden gebruiken. En dat wil je liever niet. Voor ons is het heel interessant om te kijken van, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk met zo'n machine? En hoe werken ze ermee? En aan de hand daarvan, in combinatie met de verhalen en de wensen van meerdere klanten, ja, je filtert het eigenlijk. En als dat ook past in het productieproces en het hele plaatje, zeg maar. Ja, dan kunnen dat hele goede verbeterpunten zijn voor een ontwerp natuurlijk. Goedemorgen Tobias. Goedemorgen Bas. Wat kan ik voor je doen, Bas? Nou, ik heb een keer de accu leeg gehad. Ja. En ik wilde eigenlijk even weten of die. Nou, dan gaan we even meten. Of de accu nou nog goed is, of dat de laadspanning. Dan doen we even is. Doormeten en als jij dan even de. Eerst wat lopen. Ja. Bas is een ex-brandweercollega van mij. Heeft lang bij de brandweer gezeten. Is net met pensioen. En die komt heel trouw bij mij en heel vaak helpt hij me, springt hij even bij als ik een keer een hulpje nodig heb of een keer een onderdeel gehaald wil hebben of een keer een handje extra heb, dan springt hij wel eens bij. Ik kom al jaren bij Tobias. Ik heb zijn vader ook nog gekend, die werkt ook nog in de garage. Nou ja. En zodoende, het voordeel is, hij weet van oudere auto's weet hij ook veel af, maar ook van moderne auto's. En als hij het niet weet, dan heeft hij een heel netwerk waar hij
waar hij wel zijn vragen kwijt kan. En eigenlijk komen we er altijd wel uit. Dat is heel fijn als je zulke mensen om je heen hebt die je wil helpen in geval van nood. Want je moet het allemaal in je uppie doen. Dus alle hulp die ik kan krijgen om jou mijn werk een beetje te vermakkelijken, is altijd fijn. Een beetje gas geven als dat kan. Ja, zeg een beetje gas geven. Ah, wacht. Kijk, het gaat hier. Accu wordt wel zwak. Accu wordt minder. Oké, okay, nou dan hebben we denk ik toch weer zaak al gevonden. Ja. Hè? Dus we moeten wel zorgen dat je hem een beetje bijlaait. Hij staat natuurlijk regelmatig stil. En dan, ja. Wat je kunt doen is natuurlijk als je de accupol eraf laat in de minpol. En dan loopt de accu niet zo hard leeg. Ja, precies. Dan zou je misschien de banden voornamelijk kijken. Ja, geen probleem. Het is een vierwiel aangedreven politiewagen. Het is eigenlijk een lookalike uit de Highway Patrol van Californië. Alles doet het, alles zit erop en eraan. Dus de sirenes en alles werkt allemaal. Het is hobbyauto's, maar je ziet, ik heb hier allemaal, alles door elkaar heen, van oud tot nieuw. Maar ook heel veel oldtimers, mensen die oude auto's hebben waar eigenlijk niemand meer weet wat moet je daar nou mee of waar moet daar nou mee naartoe. Die doe ik ook allemaal. En dat kan van groot tot klein zijn, kunnen campers zijn, dat kunnen. Het kan een cabriolet zijn, het kan een vrachtwagentje zijn, het kan een busje zijn. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Ik roep wat gek scherend dat het vierwielen en een motortje heeft. En het van 20 tot 2021, dan kan ik hem meer uit de voeten. Als het niet goed is, dan kom ik terug. Dan, Ja. Hartstikke fijn, jongen. Ik ben er heel blij mee. Doei. Tot de volgende keer. Hier zijn we in de demoruimte van de Zaisa Technologie afdeling. Dit is de tak van sport waar ik eigenlijk, toen ik in het bedrijf kwam, in ben gerold. Het Zaisaat bedrijf. En hier kun je misschien meteen even kennis maken met Julia, mijn vrouw, en Jan. Ja, ik ben eigenlijk ook al zo'n beetje sinds 30 jaar daarbij betrokken. We zijn vooral ook in de zaden. Wat daar gebeurde, omdat ik zelf landbouw gestudeerd heb en ja, daar een beetje verstand heb van zaden en de problematiek in zaaien. En van de kleine zaadjes die niet in de machines willen, dus maak ze maar beter dikker, zodat je daarmee beter verwerken kunt of machines voor bouwen kunt. En dan is het, als je die man leert kennen, logisch ook dat je het bedrijf instapt? Nou ja, volkomen ingestapt ben ik niet. Dus in die tussentijd had ik dan ook tijd om een beetje mee te denken, mee te helpen en mee te ontwikkelen aan bepaalde, of zaadjes of dan ook een follow-up of een programma wat via Access, via de computer, zaad vervolgt vanaf het binden komen in het bedrijf tot aan het uitleveren in vorm van geschroend, gepileerd, gekookt of weet ik wat. Dit is geen betonmolen, maar dit heet een pileerpan. En die pileerpan, daar kunnen wij dus zaden in pileren. En dan is het de bedoeling dat je van een klein zaadje of een slecht gevormd zaadje een mooi rond korreltje maakt, die dus gemakkelijk machinaal te verzaaien is. Dat is eigenlijk het doel van deze behandeling. We zijn 100% een familiebedrijf. Misschien is het leuk om even kennis te maken met Lea. Op dit moment werk ik een beetje als allround medewerker. Dus als er iemand ergens te druk mee is en het is een taak die ik kan overnemen, dan komt dat naar mij toe. En op dit moment is dat vooral help ik de engineers met kleine taken waarvoor de kennis van het engineering niet echt nodig is, maar die toch wel gedaan moeten worden. Bijvoorbeeld een onderdelenboek maken of een handleiding vertalen, dat soort klusjes. En verder ben ik studente, dus dit is echt een bijbaan op dit moment. En ik studeer en woon ook in Den Haag. Ben ik nog van plan om een master in die richting te gaan doen. Dat is politiek. Er is nog geen enkele deur gesloten. Er zijn zoveel mogelijkheden om nog om te scholen of iets in die richting. Dus dat was al altijd zo de afspraak dat tot aan de master dat onafhankelijk zou zijn. En verder kijken we daarna. Dit is de garage. Dit was het voormalige
Hier stonden vroeger paarden en koetsen. In de jaren 60 is er een smeerpartij gekomen. Dat was toen de tijd heel modern. Dat had nog niemand. Toen bestond er nog geen hefbrug. Er was nog niks. Je moest het maar doen. Dus dat was toen voor die tijd echt wel iets moderns. Ja, nu niet meer, hè? Het is ouderwets. Je ziet het alleen nog bij vrachtwagens. Gebeurt nog wel. Want een smeerput heeft het voordeel dat het gewicht kan hebben. Het is niet afhankelijk van. Dat kun je zwaar maken, kan er altijd overheen. Wat zien we hier? Een oude A-cadet uit 1963. En die kwam ik bij een collega van mij tegen, die stond in de schuur, heel verlaten, alleen. En hij moest de schuur weg en hij ging nog wel weg. En ik dacht dat het een Russische auto was, maar toen bleek het dus een A-cadet te zijn. En die heb ik ook alweer 12 jaar en die heb ik gekocht. Die vond ik leuk. Zoals oude meuk is leuk, dus ik vond dat leuk. Dus die heb ik gekocht. Maar wat hebben dit soort auto's dat moderne niet hebben? Voor jou? De eenvoud. Het simpele, het recht aan recht toe verhaal. Gewoon rijden, genieten van het autorijden. Niet dat complexe, maar gewoon de moedmodel. De charme straalt het al af als je ziet staan. Het roept bij mensen herinneringen en passie op. En dat heb je bij de huidige auto's niet meer. En aangezien niemand dit meer doet en niemand meer weet hoe ze in elkaar zitten, komen ze heel vaak bij mij terecht voor die oude meuken. Dit is eigenlijk het oorspronkelijke woonhuisgedeelte. Zit je ongeveer hier. Dus als je ongeveer dit aanhoudt, hier woonde men dus dit stukje. Alleen maar dit stukje tot daartoe. Dat was het woonhuis en verder went. En de rest was allemaal hooisel. Veel meer was het niet. Dit is het, hoort ook nog bij de garage dit. Oud. Hier heb ik ook nog wat oude dingen staan. Hier bijvoorbeeld, hier heb ik nog ruzie met mijn broer over gehad. Mijn broer wou hem weggooien, maar mocht niet van mij toen. Dit is nog de oude hefkolom van mijn opa. De oude boormachine van toen, die mocht niet weg. Vond ik zonde. Als je kijkt, dat is een oude. Ik ging bij een klant opruimen een keer. En toen hing dat ding achter een zeiltje onder een deken hoog. En die man zei, die ding moet weg. Ik wil niks met dat ding, dat moet weg. Dat hangt al 20 jaar. En dat dacht ik, dat heb ik gekocht. En ik vond dat ding gewoon mooi van lelijkheid. De simpelheid, daar is die mooi. Ik hou niet van motorfietsen, maar die vind ik mooi. Dus die blijft gewoon hier. Er zit een kenteken bij, alles zit erbij. Dat is gewoon een heel mooi ding. Het is tegenwoordig een eenmansbedrijf. Ja. Hoe lang al? Eenmansbedrijf vanaf 1992. Ik heb 3 jaar met mijn broer samengewerkt. Hebben geprobeerd na de overlijden van mijn vader. Toen hebben we met mijn broer samen gedaan, maar dat was niet zo'n heel succes. Dat bleek, was niet zo handig om dat te doen. Uiteindelijk, toen hebben we dat 5 jaar geprobeerd. En toen hebben we toch besloten samen om ieder een eigen weg te gaan in goede vrede, dat niet helemaal werkte. Maar zat het bij jou er al in, ja, dat ja. Je dit wilde? Ja, van mijn 5e wilde ik dit al. Dat zat in degene, ik moest ook inderdaad, zeg maar, als het een voetbalclub, ik voetbalde tot mijn 16e, maar ik was nummer 12, als ze te weinig hadden, moesten ze me altijd halen. Maar ze moesten altijd hier van de smeerput halen, want ik was altijd onder auto vandaan komen, dan moesten ze mijn spullen pakken om mee te gaan, want het liefst ging ik sleutelen op zaterdag. Dit was mijn passie, dit wilde ik graag. Dit was waar ik naar streefde altijd. Hoe oud ben je nu? Ik word dit jaar 55. Ja, dan is de volgende vraag natuurlijk. Heb je kinderen? Dit familiebedrijf, gaat het nog door? Ik heb een dochter 25, dus ik ga ervan uit van niet. Vind ik het erg? Nee, want het vak is eigenlijk aan het doodgaan. Het echte, het ouderwetse sleutelvak, de moeilijkheid, de gezelligheid. De ruimte is daar ook niet meer. Dus ik denk, dat wordt steeds minder leuk. Maar is dat ook een van de redenen waarom je het verleden en het ambachtelijke nog zo koestert? Ik vind het leuk te laten zien aan de wereld dat het nog gewoon eenvoudig kan. Dat het niet zo moeilijk hoeft te zijn. En dat niet alles strak en dat het een beetje flexibel kunnen zijn. Veel fijner.